Beste kijker, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In dit deel gaan wij praten met de heer Patrick Wong-Lui Singh en hij is een fytotherapeut. Hij gaat voornamelijk aangeven wat fytotherapie is en wat het verschil is met fytotherapie en bijvoorbeeld osteodresie. Ik ben Aranza Swedo en samen met mijn cameraman Rivelino Tjuntaksen brengen wij u het eerste deel. We zitten vandaag hier met meneer Patrick Wong-Lui Singh. Welkom, hoe gaat het met u? Dank u wel. Goed, heel goed. Blij er te zijn. We zijn ook heel blij om u te hebben, want in het voorgesprek heb ik een paar interessante dingen gehoord waarover ik heel graag wil praten. Maar voordat we daarop ingaan, wie is Patrick en wat doet u precies? Nou, Patrick is een leergierige man. Ik heb landbouwkunde gestudeerd, waar ik ook heel blij mee ben. Ik heb daarna mijn propedeuse fysiotherapie gedaan, fysio, dus echt niet fito, in 6 maanden tijd. En daarna ben ik ingelood geneeskunde. Ik heb geneeskunde gedaan, mijn academische graad behaald. En meer dan 10 jaren ben ik bezig met fytotherapie. Omdat ik eigenlijk liever naar de basis van de geneeskunde ga. Dus niet mensen behandel, maar ik zoek echt naar de genezing van mensen. Okay. En dat heb ik goddank met mooie resultaten bereikt. Goed, u zei u heeft fysio en dan fytotherapie gedaan. Van waar die switch? Nou, die switch, toen ik fytotherapie in Amsterdam deed, aan de Hogeschool van Amsterdam, was het zo dat heel veel technieken, als ik vroeg om achtergrond van waarom ze bepaalde handelingen pleegden om de mens te ondersteunen in hun klachten, dat ze er vanaf kwamen, werd bijna standaard mij verteld, ja, zo doen we het al 50 jaar. Op grond daarvan heb ik dus met een fysiologe waar ik dus les van kreeg, mevrouw Branka Schade, geweldig mens, die zei me, Patrick, jij moet echt niet hier blijven, jij moet geneeskunde gaan doen, echt de wetenschap in. Zeker je houding, je wilt dus eigenlijk gewoon proefondervindelijk en je moet wetenschappelijk dingen onderbouwd zien en niet gewoon vanuit een bepaalde traditie dat je dingen doet. Dus vandaar die switch. En toen ik dus mensen begon te behandelen, begon eigenlijk met een man in Egypte die ik heb gezien. En het heeft me zo'n traumatisch beeld opgeleverd. Het was een kolonel, gepensioneerd, 2,05 meter ongeveer, heel groot. En die vrouw 1,5 meter. Dus ik schrok al van het beeld toen zijn broer mij introduceerde, die is ingenieur in Alexandria. En gaandeweg het gesprek zei hij me, hij heeft nierstenen ontwikkeld in de loop der jaren. Ja. En er kwam een aanval. En ik zag dus toen dat hij heel somber werd. En die vrouw zei, haal die steen, want je hebt het bewaard. Toen toonde hij me die steen en toen werd ik ik kreeg een heel naar gevoel erbij. Het was een steen ter grootte van bijna een magieblokje. En dat is zo uit zijn pisbuis. Heeft hij het moeten plassen. Hij viel flauw, badend in bloed. En toen dacht ik ook, ik ga hier wat mee doen. En jaren daarna kwamen dus weer mensen op mijn pad en die gilden het ook van de pijn, dat was een vrouw. En toen heb ik de kruiden gegeven, ik was toen toevallig in Brazilië in het Amazonewoud. Ik heb het meegenomen, zonder dat ik wist dat zij dat zou doen om een beroep op mij te doen. En na 2 weken, dus bij nierstenen geven ze zo'n emmertje met een zeefje. En dan zie je net een sediment onderin. En dan weet je ook, het verguist. En na 2 weken was ze al klachtenvrij. Maar ik zeg, ik neem altijd een overlap van 6 weken, dus totaal. Dan weet je zeker dat het ook goed verdwijnt. En in de wetenschap weten wij dat in 93% van de gevallen het dan ook niet meer terugkomt. Ik heb een paar mensen gehad die dan opnieuw, dus echt de notoire stenenvormers, die hebben het weer ontwikkeld. Dus dan moet je die kuur herhalen. Dus zo heb ik gaandeweg het steeds meer uitgebouwd, totdat ik kreeg ik heel veel verzoeken van mensen met hele ernstige ziektes, waarvoor ik dus nu ook hier ben. En die vrouw ben ik heel dankbaar dat ze zo is opgeknapt. Ze woog maar 31 kilo en nu 68, 1,5 maand geleden. Dus ik verwacht nu, voordat ik er binnenkort zie, dat er een progressie in is, dat ze misschien al naar 75 zal gaan. Dat is een schatting die ik doe. Maar ze was een
paar weken, 2 maanden ongeveer geleden jarig, anderhalve maand geleden jarig. En ik zag haar dansen op een video. Ik dacht, wauw. Zo, ja. Ja. Het is een mooie progressie om te zien, ja, om te volgen. En ze noemen er het wonder van AZ. Mm. Dus ik ben heel blij voor haar. Ja, en dat is eigenlijk ook door middel van die kruiden die u daar gegeven heeft. En ook een vriend van mij is in Oostenrijk professor, maar hij is nu met emeritaat. En net voor de COVID-tijd belde hij me ook, Patrick, ik ga dood. Ik zeg van, wat kan ik voor je doen? Ja, kan je me helpen? Ik zeg, als ik je kan helpen, heel graag. Mm-hmm. Dus op dat moment heb ik dus heel snel, overnight, heb ik kruiden laten komen van collega's. Ik heb het snel in elkaar gezet, gestuurd. En waar ik heel dankbaar voor ben, na 6 weken belde hij mij op. Hij zei, zijn oncoloog die al tegen het pensioen aanliep, die zei, ik heb dit nog nooit eerder in mijn hele carrière gezien. Maar ik heb het in vele landen gezien, want ik heb veel gereisd om mensen te begeleiden. Ja. En hij dus ook, in 6 weken tijd, was hij vrij van alle kankercellen. Gewoon weg. Sterker nog, zijn lymfevaatstelsel was ook genormaliseerd. Ja. Maar ik zei hem ook, let op bepaalde zaken. En met name ook alcohol. Want ik heb ook mensen geholpen die dan ook schoon waren met 4 weken, maar het zijn gaan vieren. En dan alcohol hebben gebruikt. Ja, stevig. En het gaat dan mis. Binnen 4 weken waren ze dood. Zijn ze overleden. Mm. En dat is iets wat je niet in de hand hebt. Want men luistert dan ook niet. Omdat de meeste artsen, die weten ook niks van planten. Ik heb het nooit in mijn studie gekregen. Over alcohol heb ik het gewoon door eigen cursussen die ik via WHO heb gevolgd. Mm-hmm. Ben ik erachter gekomen hoe zeer kankerverwekkend alcohol is. En mensen weten het niet, denk ik. Anders heel weinig mensen die dat weten. Maar wat ik vanuit mijn ervaring heb gezien en mijn praktijk, zoals ik mensen begeleid. Als mensen eenmaal aan de chemo zijn, moet je zeker 5 jaar van alcohol afblijven. Want alcohol demethyleert. Het verandert je DNA. Waardoor je gigantische kanker binnen 4 weken ontwikkeld. Maar is het alleen zo als de mensen al chemo hebben gedaan of al kanker hebben dat het zo schadelijk is? Of zou je adviseren om zo min als mogelijk alcohol te gebruiken? Ik zou altijd adviseren zo min als mogelijk alcohol te gebruiken. Maar het probleem is, als je eenmaal chemo hebt gekregen, dan ligt al je celdeling plat. Ja. Dus dat betekent dat je haar uitvalt, je nagels soms niet eens meer groeien of donker worden. Niet. Want eigenlijk alle celdeling ligt plat. Ja. Maar daarmee ook het immuunsysteem. Dus al die cellijnen die je beschermen en kankercellen die elk mens in zich heeft, opruimt, dat ligt ook plat. Ga je dan daarna een stof tot je nemen, bijvoorbeeld alcohol, wat een van de ergste, zo niet de ergste kankerverwekker is, dan heb je dus eigenlijk die rem niet om op te ruimen. En dan heb ik dus mensen gezien die echt kankercellen formaties hadden, dus tumoren ter grootte van mandarijnen. En dat was dus deze persoon in Oostenrijk. Mm. Maar dat was tussen zijn longvliezen. Maar hij rookt niet en drinkt niet. Maar hij had allerlei, wat men noemt, vaccins gekregen. Ik zeg, wees er voorzichtig mee. Mm-hmm. Want ook dat dropt je immuunsysteem. Dus je moet wel weten wat je tot je neemt. Ja, interessant dat u dat zo vertelt. Zodat de mensen dat ook gewoon weten. Klopt. En u heeft het over kruiden. Is er een verschil? Zo ja, wat is het verschil tussen ozodresie en fytotherapie? Een wereld van verschil. Een wereld van verschil. Ja. Fytotherapie is de wetenschap die zich al eigenlijk 9000, 10.000 jaar bezighoudt met het onderzoek van kruiden en wat het doet. En gaandeweg, want het is echt zo, je hebt bijna 1,4 miljoen planten. En 1 plant kan soms wel 20 werkingsgebieden hebben. Dus je moet ontzettend keen zijn in wat je doet, wat je mensen geeft en hoe je dat ook geeft qua dosis, gebruik, etc. Want hetzelfde middel dat bijvoorbeeld, nierstenen zou oplossen, een vrouw die zwanger zou willen worden, kan dat niet gebruiken. Mm-hmm. Ze aborteert. Ik heb het ook gezien hoor. En ik heb de mensen ook gewaarschuwd, wat drink je? Mm-hmm. En dat was dus door een ozodresie persoon voorgeschreven. Ze dronk het en ik zei, ik verwacht binnen 2-3 dagen dat je aborteert. Ze had een kinderwens. Hele
ernstige kinderwens, een zware kinderwens. Na 3 dagen belden ze me inderdaad op, zoals van in verwachting van een drieling. En ze was ze kwijt. Nee. En ik had er juist al middel gegeven om de baarmoederslijm te verdikken, mm-hmm. zodat die innesteling makkelijker ja, gaat. Ja, precies. Dus dan zie je dat osodresi, dat men goed bedoeld, daarop ga ik niet, ik ga daarvan uit, mm-hmm. goed bedoeld, maar te weinig onderbouwd. En men weet dan waarschijnlijk minder wat men doet. Terwijl dus als je de wetenschappelijke kant benadert als fytotherapie, als wetenschap, dan weet je ook waar je op moet letten. Je weet als men medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld tegen hoge bloeddruk, kan je bepaalde kruiden niet geven. Want het dropt nog ja, meer. Suikerziekte bijvoorbeeld, als mensen sopropor tot zich nemen. Ik heb mensen gezien die sopropor hebben, die bladeren, hebben geoogst, in een pannetje gedaan en hebben gedronken. En een paar keer met een hypo, dus een sterk verlaagde bloedsuikerspiegel, mm-hmm. bijna comateus in het ziekenhuis zijn beland. Dat is die sopropo. Zijn die bladeren. Uh-huh. Dus als ik mensen sopropo geef, dan meet ik het af. Ik zet het in, laat het in capsules zetten of ik zet het zelf. Mm-hmm. Poets het goed, weeg het af, dan weet je precies. Want sopropo heeft een hele smalle therapeutische breedte, betekent... Ja. Het is zo sterk, je moet echt weten dat je dat, die hoeveelheid niet mag overschrijden mm-hmm. per keer. En dat geef je meestal 3 keer per dag. Ga je dan een pannetje met een oogst uit de tuin of waar dan ook in het pannetje gaan koken en drinken, loop je het risico dat je in een hele nare situatie komt, dat als je niet acute zorg voorhanden hebt, mm-hmm. dat je het leven kan laten. Oké, u heeft bijvoorbeeld dit aangehaald van die superpo. Ik denk dat het heel belangrijk is om verder hierop in te gaan. We gaan op niemand steen trappen als het gaat om die osodresi. Nee. Maar zijn er bijvoorbeeld osodresis waarvan u weet dat het in de doorsnee Surinaamse gemeenschap vaak gebruikt wordt? Maar waarvan u zoiets ziet van de mensen zouden het toch beter moeten bekijken? Denk ik wel dat we dit moment kunnen gebruiken om de mensen een beetje kennis te geven. Ik kan gelijk, want dat is ook eentje van mijn... items die ik in mijn presentatie geef mm-hmm. binnenkort. Maar eentje daarvan zijn die Mansma Batras. Zo noemen ze het. Ja, Mansma ja. Batra is zo'n een alcoholfles waarin alcohol heeft gezeten. Vol met mais en kruiden, dobro dua, kwasi bita, alles. Mm-hmm. Maar nu komt een heel belangrijk punt om de hoek kijken. Veelal zie je dat ze ook luangu thee. Mm-hmm. Dat is dus een liaan ja. van de plant Aristolochia consimilis. Prachtige bloem, maar die liaan is hartstikke kankerverwekkend, met name voor de nieren. Ik heb heel veel mensen daarvoor gewaarschuwd. Mm-hmm. En ik kom niet aan, ik krijg de mensen niet aan mijn zijde, want ik heb een groepje die ik wel potentiemiddelen voorschrijf. Zonder bijwerkingen, fantastisch. Mm-hmm. En ik zei, blijf af van Viagra. Want Viagra werkt bijvoorbeeld ook traag. Mm-hmm. Je hebt sommige mannen die dan in hotelkamers worden gevonden met die Viagra-pilletjes op zak. Omdat ze dan, als ze het innemen, het heeft een langzame werking dat het intreedt. Mm-hmm. Dat het zijn werking zal tonen. In plaats van dus 1, gebruikt men dus nog 1 binnen een hele korte tijd mm. om snel effect yeah. te verkrijgen. Soms wel 3. En dan komt er nu nog een extra belangrijke, een problematisch iets bij kijken. Er zijn bepaalde middelen als nitriet-nitraat, dat zijn die poppersachtige verbindingen, om seksueel heel te relaxen. Maar dat is een dodelijke combinatie. Mm. En dan zie je de mensen ook inderdaad ook sterven. Acuut. Hartdood. Een hartstilstand. Dus om terug te komen op het verschil osodresi en fytotherapie, zeg ik altijd, als je met kruiden wil werken, ga niet experimenteren met mensen. En neem niet zomaar aan wat anderen vertellen. Want ik heb dat gisteren nog gehoord. Bij bepaalde kruiden nemen ze 3 of 5 of 7 mm-hmm. blaadjes of 9. Ik zeg, dat kan het niet zijn. Je moet die stof drogen eventueel. Je hebt voorschriften, want je onderzoekt gewoon elke stof permanent, dag aan dag. Dat je dus ook verbetert. Dat je ziet
hoe kan je het beste toepassen? Sommige zijn niet aan te bevelen in capsules. Mm-hmm. Dan moet je het als afkooksel geven. Mm-hmm. Maar het is alleen makkelijker als je het als capsule kan geven. Dan heeft men een makkelijkere manier om het, om het tot zich te nemen. Ja. Dus er is heel veel verschil tussen ozodresie en fytotherapie. Ja, dus als ik goed luister wat u zegt, dan zegt u eigenlijk ook van als je verschillende dingen gaat mengen die eigenlijk niet bij elkaar horen, je lichaam eigenlijk kan vergiftigen zonder dat je dat doorhebt. Klopt, maar er is verschil. Je hebt sowieso bepaalde planten mm-hmm. die je never nooit tot je mag nemen. Mm-hmm. En eentje daarvan groeide ook hevig in Suriname, veelal, wijdverbreid. Dat is het potloodplantje. Kennen jullie dat nog? Wel ervan gehoord, ja. Ja, ik heb het volgens mij ook hier in de buurt gezien. Vroeger zag je het heel veel. Het is net, zijn het saté-stokjes. Alle kanten gaat mm-hmm. het uit. Het kan ook heel groot worden. Als je hem afbreekt, komt er een melkwitte stof vrij. Mm-hmm. Men gebruikte het vaak voor wratten, tegen wratten. Als je die plant, de officiële naam is Euphorbia tirucali. Als je die plant, als je eigenlijk te dichtbij komt en je krijgt het op je lijf, mm-hmm. zeker met regelmaat, daalt het je immuunsysteem. Het breekt hem af. En het immuunsysteem, net als met alcohol, soortgelijk verhaal. Mm-hmm. Wanneer je immuunsysteem platgelegd wordt, krijg je dan dat de kankercellen kunnen wildig kunnen tieren. Dus je krijgt dan je natuurlijke bescherming valt eigenlijk weg. Dus zo zijn er planten die je niet in je behandelingen wil meenemen. Mm-hmm. Maar er zijn ook planten die je absoluut graag vermijdt. En sommige zijn zo giftig. En andere zijn weer zo goed. Dat je bijvoorbeeld, ik heb mensen met, ik mag eigenlijk niet bepaalde ziektes noemen. Mm-hmm. Want dat is ook voor mijn veiligheid. Want ik heb met collega's ook gepraat van wees voorzichtig. Mm-hmm. Want je zit toch in een club waarbij we elkaar ook beschermen. Je helpt mensen, ja. Maar je praat niet, je vertelt niet alles. Ja. En dat is een onbegrijpelijke reden, dat weet je ook. Ja, ja, ja. Maar er zijn planten die zo het immuunsysteem een boost geven, dat wanneer mensen eenmaal een getransplanteerd orgaan in het lichaam hebben, stoot hij hem zo af. Dus die mensen hebben eigenlijk een hele kleine kans dat ze van bepaalde ziektes kunnen genezen met deze kruiden. Maar het is een fantastisch kruid. Maar je moet ook de dosis, want als je weer te veel geeft, ja. Dan krijgt men bijvoorbeeld constipatie, verstopping. Maar dat is niet eens de ellende. Je hebt wel heel snel, binnen 6 weken, prachtige resultaten ja. van herstel. Goed. Ja, de tijd is echt niet onze beste vriend. We gaan richting het eind, maar ik wil dit toch vragen. Hoe probeert u deze, of zal u proberen om deze informatie, die vertaalslag, zo goed mogelijk te maken naar de Surinaamse samenleving toe? Daarom ben ik ook hier, dat ik dus die presentaties wil geven. Ja. En ik wil het dus, ik heb verschillende plaatsen heb ik al benaderd. Ja. Enkele zijn vrij luxe plaatsen, dus ik moet kijken hoe het met mijn budget zit, want ik ben ook niet zo vermogend. Ja. Maar ik weet wel dat er genoeg mensen zijn die ook wel graag anderen ondersteunen om dit breed kenbaar te maken. Dus ik wil dus eigenlijk in kleinere zalen, grotere zalen en andere van Kopenamenstraat bijvoorbeeld, wil ik dat zo breed mogelijk. Ik wil het breed brengen naar het volk. Okay. Dat men weet wat men moet doen of doet. Ja, nou, we willen u heel veel succes toewensen. We dank hopen u. Er ook bij te zijn mooi, bij uw lezingen. En ik geloof dat we er heel veel aan hebben gehad. In ieder geval wel. Dank u. Is goed, heel veel succes. Dank u wel. En als u goed naar meneer Wong Lui Sing heeft geluisterd, zegt hij niet dat de ozodresie verkeerd is. Hij zegt alleen maar dat het belangrijk is om het goed te onderzoeken alvorens we die gebruiken. Nou, we zijn voor nu aan het einde gekomen van het eerste deel, maar gaat u nu weg, want mijn collega Sifra Goudland heeft een tweede deel voor u. En in het tweede deel zal mijn collega Sifra Goudland praten over de HIV-ontwikkelingen in Suriname. En dat doet zij dus met internist Lieke Waatje. Blijft u kijken.
Dr. Wachee, goeiedag en welkom terug in het programma In Gesprek Met. Goedemiddag, dank u wel. Ja, want ik weet, ik had u beloofd, ik kom sowieso weer bij u terug. Zeker. Na ons laatste bezoek van december vorig jaar. En in dat gesprek hadden we het over NSN, maar iets later in het gesprek komen we wel terug op wat NSN. Hopelijk zijn mijn kijkers dat niet vergeten. We zijn naar het einde van de maand februari, dus tweede maand van het jaar 2024. We willen graag even een blik weer werpen over de HIV-ontwikkelingen van Suriname. Hoe ziet het er voor Suriname eruit, volgens u, als internist-infectioloog? Helaas zijn de data voor HIV in Suriname niet zo heel gunstig. In heel veel landen in de wereld neemt het aantal nieuwe HIV-infecties af. Dus zijn er steeds minder mensen die met HIV geïnfecteerd raken. Maar in Suriname neemt dat aantal de laatste jaren juist steeds verder toe. Dus er zijn steeds meer mensen die met HIV geïnfecteerd raken. Een steeds groter deel van de bevolking heeft HIV. Dat aantal is dus de afgelopen jaren geleidelijk aan het stijgen. En we zitten nu op een percentage van 1,6% van de mensen die in Suriname leven die HIV geïnfecteerd is. U geeft aan dat het geleidelijk aan is gestegen. Wat was het dan en in welk jaartal is de vergelijking gemaakt dat wij nu in principe met gefronste wenkbrauwen kunnen zeggen van dat het aan het stijgen is? Ja, dus data kijken, we kijken altijd met terugwerkende krachten naar data. Dus de nieuwste data zijn van 2022. En 2020 was het percentage nog 1,1%. Dus dat is behoorlijk gestegen van 1,1 naar 1,6% van de bevolking. Ja, want als we het kijken, grof berekend, hebben verschillende mensen in Suriname. We gaan het een beetje ruw berekenen. Ja. Suriname heeft 700 zoveel duizend inwoners. Als we het een beetje grof berekenen. We kunnen niet blijven op 500.000 sinds ik 20 en 35 jaar terug op school zat. 1,1 kunnen we een beetje grof berekenen dat het iets meer dan 7000 mensen zijn. Denkt u dat al die 7000 mensen weten dat ze besmet zijn? Ja, dus de schatting is nu dat ongeveer 7200 mensen in Suriname met HIV leven, dus 7200. En waarschijnlijk weet maar ongeveer de helft van die mensen dat ze HIV geïnfecteerd zijn. Dus dat betekent 3600 mensen zijn gaan testen, hebben de diagnose HIV gekregen, weten dus dat ze die ziekte hebben, kunnen medicijnen krijgen, zichzelf beschermen, anderen beschermen. Maar de helft van die groep weet nog niet dat ze geïnfecteerd zijn en kunnen dus zelf nog ziek worden, maar ook het virus nog naar andere mensen verspreiden. Het kan zijn dat mensen het niet direct zullen snappen met uw uitleg dat 3600 weten en resterende van 3600 niet. Hoe kan er gecalculeerd worden waarom die uitspraak wordt gebruikt dat een deel niet weet dat ze besmet zijn? Ja, dus daar horen allerlei rekenmodellen bij. Dat zijn internationale modellen. En je kijkt onder andere naar op welk moment in de ziekte mensen zich presenteren. En in Suriname hebben we heel veel mensen die pas komen naar het ziekenhuis op het moment dat ze al ziek zijn geworden van HIV. En om dit te begrijpen is een klein beetje achtergrond van HIV nodig. Dus HIV is een virus, toch, wat vooral overgedragen wordt door seksueel contact. En op het moment dat je dat virus krijgt, dat je geïnfecteerd raakt, heb je meestal helemaal nog geen klachten. Soms krijg je een beetje koorts, wat keelpijn, wat opgezette klieren, maar dat gaat eigenlijk altijd heel snel weer over. Dus mensen denken, ik had een griepje en laten het dan verder. Daarna zijn mensen jarenlang asymptomatisch. Dat betekent dat ze niks merken van die HIV-infectie. Ze zijn nog niet mager geworden, ze hebben geen huiduitslag, ze hebben helemaal geen klachten. Ze zien er gezond uit en ze gaan dus ook gewoon hun normale leven leiden. En in die periode hebben mensen vaak ook onbeschermde seksuele contacten.
En als ze niet weten dat ze HIV geïnfecteerd zijn, beschermen ze zich niet altijd goed en kunnen ze op die manier HIV overdragen. Nou, ik zei al, er zijn rekenmodellen, ja. Dus als mensen zich pas melden in het ziekenhuis als ze al klachten hebben van de HIV, dan weet je dat ze vaak al jaren met die infectie rondlopen en dat ze dus waarschijnlijk al andere mensen geïnfecteerd hebben. En als je de Surinaamse getallen in zo'n rekenmodel stopt, dan zien we dat dus maar ongeveer de helft van de mensen getest is op HIV en op de hoogte is van de diagnose. En dan verwachten we dus dat er nog 3600 mensen, dat kan een beetje meer of minder zijn, maar ongediagnosticeerd met HIV leven. Ja. Wij weten dat heden ten dagen mensen niet meer dood kunnen gaan aan AIDS, want AIDS is het verdere gevolg door niet de medicatie drinken en niets doen met die ziekte. Heeft u informatie als er nog mensen in Suriname zijn overleden aan AIDS, wordt dat nog wel gemeld? Ja, helaas wordt dat nog steeds gemeld, dat zien we nog steeds. Dus wat u al heel goed zei, AIDS is inderdaad het laatste stadium van een HIV-infectie, dus dat virus maakt langzaam aan de afweercellen kapot, de CD4-cellen. Dat zijn de soldaten van het lichaam, die moeten je beschermen tegen bacteriën, virussen, schimmels. En als die afweercellen, die soldaatjes, heel laag worden, dan kan je dus allerlei infecties krijgen waar gezonde mensen geen last van krijgen. Dus longontsteking, hersenvliesontsteking, darminfecties, huidinfecties. Je kan eigenlijk op alle plekken in je lichaam infecties en ontstekingen krijgen. En dat is dus heel goed te voorkomen als mensen op tijd met hun medicijnen beginnen. Maar als je laat in de ziekte, dus bij AIDS pas in het ziekenhuis komt, dan kunnen mensen heel ernstig ziek zijn. En dan lukt het niet altijd meer om ze beter te krijgen. Soms wel, maar niet altijd helaas. Ja, want ik zou, goed dat u zegt soms wel, want ik weet nog, afgelopen december spraken we erover dat er, we mochten als ATV tijdens internationale World AIDS Day mochten we filmen bij een standje van Stichting Double Positive. En die dame zei nee, die mevrouw wil dat om aan te geven. En er was een foto waar duidelijk was aangegeven dat ze AIDS had, heel erg mager, dat je alle beenderen van de zag. Ja. En foto daarnaast, toen ze echt trouw de medicatie gebruikte, zag je helemaal geen verschil. Dus wij spraken nog daarover toen hij zei van, en dat is het verschil van de medicatie, die werkt wel. Ja, ja, dus de medicatie werkt verschrikkelijk goed. Dus sommige mensen komen heel vroeg al, hè. Die hebben nog helemaal geen klachten. Dat is het makkelijkste en het beste voor die patiënten. Dan gaat niemand iets aan ze hoeven merken. Dan krijgen ze medicijnen en dan is de levensverwachting van iemand met HIV tegenwoordig net zo goed als die van iemand zonder HIV. Alleen moet je elke dag 1 of 2 pillen drinken. Maar inderdaad, als iemand binnenkomt met AIDS, dan zijn ze vaak heel mager, hebben ze vaak andere infecties. Soms zijn de nieren al aangetast, of de longen of de hersenen. En dan kan het best ingewikkeld zijn om iemand weer helemaal beter te krijgen. Dat lukt wel regelmatig wel, maar het lukt niet altijd. Maar het is voor de dokter heel leuk om te zien als iemand beter wordt van die eerste periode van heel ziek zijn. Dan komen ze daarna terug op de poli en dan herken je de patiënten bijna niet. Want precies wat u zegt, ze komen in de eerste maanden soms echt 10, 20, 30 kilo aan. Dus dat zijn andere mensen om te zien als ze goed behandeld worden. Ja, ik ga dan ook begrepen dat er zijn niet veel gevallen, maar er zijn wel enkele gevallen waar HIV wordt ontdekt bij een zwangere vrouw. En juist, als ik me niet vergis, wordt een zwangere vrouw 2 keer getest, bij 2 of 3 maanden in de zwangerschap en daarna in de 7e maand. En vaak genoeg komt men er vroeg erachter, bij de 3e maand, maar soms, 3e maand is het negatief en 7e maand krijg je juist een zwangere moeder die erachter komt dat die HIV heeft. Hoe wordt er omgegaan met zo'n moeder
qua begeleiding om ze dan zover te krijgen dat ze de medicatie moeten gebruiken? Nou, de meeste mensen, als je uitlegt wat HIV is en hoe je het kan behandelen, zijn de meeste mensen heel eigenlijk enthousiast om met die pillen te beginnen. Want dat zijn medicijnen met heel weinig bijwerkingen. En daarmee kan je jezelf dus beschermen, maar ook de mensen om je heen. U begon al even over NSN aan het begin van het programma. Dat betekent niet meetbaar, is niet overdraagbaar. We kunnen meten hoeveel virus er nog in het bloed zit. En als de HIV-remmers goed aanslaan, dan is er zo weinig virus in het bloed dat we dat niet meer kunnen meten. En als er geen virus meer in je bloed zit, dan zit er ook geen virus meer in het sperma of in de vagina. En dan ben je dus niet meer besmettelijk. Dat betekent ook dat een moeder die zwanger is van een kindje, als ze vroeg in de zwangerschap met die HIV-remmers begint, dat de kans dat de baby HIV krijgt heel klein is. En dat de moeder op de normale manier kan bevallen. Dus gewoon een normale bevalling kan hebben. Waar dan een gezonde baby geboren wordt. Ja, absoluut. Het is altijd ook goed om te weten. Aangezien we direct weer terug zijn gekomen. Of niet meetbaar is, niet overdraagbaar. Wij van de media moeten proberen alles wel een beetje te checken. En ik zag een vraaggesprek in een groep waar er opmerkingen werden gemaakt van mensen die een NSN-status hebben, dat zij, wanneer zij weer gaan testen, de uitkomst negatief is. Die informatie klopt niet. Nee, dus er zijn meerdere dingen die je kan testen in het bloed. Maar de belangrijkste dingen zijn een HIV-test. Dat is wat gebeurt als je via de huisarts of de specialist laat testen of je HIV hebt. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar een HIV-test test of je lichaam ooit in aanraking is geweest met het virus. Dus het zoekt niet het virus zelf, maar het zoekt de reactie van je lichaam op dat virus. Mm-hmm. Nou, dat verklaart al dat iedereen die HIV geïnfecteerd is, of je nou behandeld wordt of niet, je lichaam heeft dat virus een keer ontmoet, dus die reactie gemaakt. Dus die HIV-test blijft altijd positief. Het andere wat we meten is de hoeveelheid virus in het bloed. Dat noemen we de viral load of de virale lading. En als je nog niet behandeld wordt, zit er meestal heel veel virus in je bloed. Want dat is wat dat virus doet, toch? Dat gaat in je bloed rond en dat maakt die afweercellen kapot. En als je dan behandeld wordt, dan is er uiteindelijk geen virus meer meetbaar. Dat is die ondetecteerbaar of niet detecteerbaar. En dan dus ook niet meer overdraagbaar, niet meer besmettelijk. Dus men moet duidelijk weten, niet als je hoort, je bent NSM. Of ik heb mijn onderzoek gedaan, je bent ODG. Juist. Wilt zeggen dat wanneer je gaat testen met iemand, dat je op je test gaat krijgen negatief. Dus het blijft positief. Die test blijft altijd positief, ja, helaas. Ja. Weet u wat ik even aan de ene kant niet snap, dokter Wachee? Aan de informatie die u me allemaal geeft, dan vraag je ook af, er is zoveel informatie, vooral wat ik nu van u krijg. Er is medicatie, je kan gaan testen, mensen moeten hun status kennen. U als arts, denkt u dat er wel voldoende informatie of voorlichting wordt gegeven? Of denkt u dat alleen in de maand december men echt het gros van de samenleving alleen hun aandacht biedt aan Wereld AIDS-dag? Ik denk dat er over het algemeen te weinig informatie circuleert over HIV. Als je informatie wil vinden, dan is er heel veel te vinden online, op social media. Dus als je actief gaat zoeken, dan ga je heel veel informatie kunnen vinden. Maar ik denk dat de kwetsbare groepen, dus de jongeren bijvoorbeeld, op dit moment niet voldoende aangeboden krijgen aan informatie over HIV. En mensen denken toch een beetje dat het probleem niet meer zo actueel is, dat er niet meer zo veel HIV in Suriname aanwezig is. En dat is ook een beetje het dubbele van de boodschap die ik vandaag wil meegeven.
Want aan de ene kant is HIV helemaal niet meer iets om bang voor te zijn. Je kan goed behandeld worden, je kan lang leven. Maar dat geldt alleen als je je op tijd laat testen. Als je voorzichtig bent, als je zorgt dat je op tijd naar de dokter gaat. Maar als je HIV hebt en je laat je niet testen, dan kan je eraan overlijden als je er heel ziek van wordt. Dus het is een groot probleem en een toenemend probleem in Suriname. Maar dat hoeft niet zo te zijn als we allemaal wat beter gaan opletten. Ja, absoluut. Ik ga het een beetje voorzichtig benaderen dat u wat u zegt. Het is een toenemend probleem. Met uitzondering van, net als wat u zegt, als mensen informatie willen hebben, is alles online te vinden in zowel ook de verschillende talen. En dan vraagt u zich af, want als ik me niet vergis, de laatste keer dat er was berekend voor de leeftijdsklasse waarin de meeste besmettingen voorkomen, was dat, als ik me niet vergis, tussen 13 en 15 tot 60 jaar. Is de leeftijdscategorie een beetje geschoven of hopelijk valt het niet jonger dan 13 of 15, want dat gaat om verstaan dan een beetje te boven en dan boven de 60 jaar? Ik weet niet of die leeftijdscategorie echt verschoven is, maar we merken wel dat er veel relatief jonge mensen met een HIV-infectie komen. Maar dat is meer mijn ervaring dan dat dat op data, met data onderbouwd is. Ja. Ja. En wat vindt u zelf ervan dat er redelijk veel jonge mensen, het zijn juist jonge mensen die makkelijk data kunnen zetten op een telefoontje en alle informatie voor zich hebben. Wat vindt u zelfs ervan dat het nog steeds voorkomt? Zo alleen kan ik het zeggen. Ja, het is, ik vind het heel jammer dat het nog steeds voorkomt. Omdat het iets is wat te voorkomen is. Ik denk dat een belangrijk probleem is dat mensen nog steeds heel bang zijn om te vertellen als ze HIV hebben. Dus mensen die bij mij komen met suikerziekte, daar weet de hele familie dat ze suikerziekte hebben. Dat dokter zegt, ze moeten dieet houden enzovoort. Maar de mensen die hier komen met HIV, die vertellen meestal bijna niemand dat ze HIV geïnfecteerd zijn. Misschien hun partner, hun moeder, een zus, maar een handjevol mensen. HIV is nog steeds iets wat mensen liever geheim willen houden, omdat er heel veel stigma op rust. Mensen denken dat je HIV kan krijgen door een brasa te geven of door uit dezelfde pot eten te eten. En mensen met HIV worden soms nog een beetje gezien alsof ze heel wild geleefd hebben, het zelf gezocht hebben. Ja, dat is allemaal niet waar. Dus HIV kan iedereen krijgen. Iedereen die wel eens een seksuele omgang heeft gehad, kan HIV krijgen. Onbeschermd dan. Dus, maar alle vrouwen die ooit een kind hebben gehad, die hebben wel eens onbeschermd omgang gehad. Dus die zouden in theorie met HIV geïnfecteerd kunnen raken. Dus HIV is niet iets wat hoort bij mensen die verkeerd gedrag vertonen of die niet rein zijn of waar je bang voor moet zijn. Ik denk zolang mensen dat gevoel blijven houden dat HIV iets engs is, blijven mensen er heel gesloten over en willen mensen misschien ook niet testen. Ja. Misschien wil je wel niet weten of je zoiets hebt opgelopen. Dus het belangrijkste is dat we HIV gaan zien zoals het nu is, een goed behandelbare chronische ziekte die goed te voorkomen is. Ja. Als ik zo echt een beetje luister, hoe denkt u dat deze stigma verbroken kan worden? Want als ik me niet vergis, jaren 90, begin 2000, zag je het echt overal. Is net als wat u zei, van dat mensen denken dat het geen probleem meer is. Maar ik heb ook gemerkt dat de afgelopen jaren dat er letterlijk bijna alleen in de maand december, dan zie je plotseling wat informatiefoldertjes oppoppen, maar voor de rest van het jaar helemaal niet meer. Maar mensen praten wel heel vrij over kanker, heel vrij over diabetes mellitus. En juist die twee ziektes die je sneller dood kunnen maken dan juist het HIV-virus waarover men juist niet praat. Dus hoe denkt u zelf dat deze stigma doorbroken kan worden? Ik denk dat het belangrijkste is toch informatie blijven geven.
Als er meer over gesproken wordt, dan gaat hopelijk het stigma verdwijnen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. We gaan het weer hebben over niet meetbaar, niet overdraagbaar. Wanneer iemand zou starten met medicatie, heeft u ooit kunnen volgen binnen hoeveel tijd iemand, als de persoon trouw zijn medicatie inneemt, dat de persoon de status kan krijgen van NSN? Dus we meten het standaard na 6 weken weer. Dus als je vandaag een recept krijgt voor remmers, dan meten we over 6 weken ongeveer weer hoe het met het virus gaat. Mm-hmm. En bijna iedereen is dan al onmeetbaar. Meestal zeggen we wel, laten we zeker weten dat het goed blijft gaan. Dus nog een tweede keer meten. Maar in feite zijn bijna alle mensen binnen 6 weken ondetecteerbaar. Mm-hmm. En dat is de mensen die dan asymptomatisch dan komen? Ja, de symptomatische ook hoor. Dat virus gaat heel snel door de remmers die we nu hebben. Dat zijn hele goede, hele sterke remmers. En dat virus wordt daarmee heel snel in slaap gebracht, zeg maar. Want als ik me ook niet vergis, is dat dus wat je zegt, nu hebben we veel betere medicatie. Want 40 jaar lang onderzoek moet wel even wat positieve effecten hebben gebracht. Ik las ooit eens, iemand deelde haar verhaal, dat toen ze pas ziek werd, dat ze 16 pillen eerst moest innemen. Alvorens ze van, ik denk na een paar jaar pas terug kon naar dat enkel pilletje per jaar. Dus in principe, ik ga er geen hoera stemming, want men moet hun verstand gebruiken. Maar dat we zeggen van dat men blijft toch nog steeds een cure zoeken voor HIV, neem ik aan. Ja, dus men zoekt nog steeds naar genezingen. Maar dat is nog niet iets wat we op korte termijn verwachten, helaas. En mensen vragen dan, hoe kan het nou dat het voor COVID zo snel ging en het vaccins en zo. En dat dat voor HIV niet lukt. Maar het komt omdat het een heel andere ziekte is. Het is niet met elkaar te vergelijken. Maar er wordt nog steeds gezocht naar een mogelijkheid voor genezing. Die is er dus nog niet. Maar die pillen die zijn echt, ik ben nog steeds bijna elke keer verbaasd over hoe geweldig goed die medicijnen werken. En mensen hebben bijna geen bijwerkingen meer. Dus vroeger moesten mensen inderdaad meerdere pillen, meerdere keren per dag. Dat moest je dan met eten nemen of juist zonder eten. Want juist met of zonder eten gaf het wel of geen bijwerkingen. Daar waren allemaal hele strikte instructies. Nu is het 1 pil, 1 keer per dag, met of zonder eten. Als je het maar ongeveer op dezelfde tijd neemt, dan ben je eigenlijk goed. En dat is echt dat is geweldig. Dat betekent dat mensen het ook in hun tas mee kunnen nemen en met een slokje water kunnen drinken, gewoon on the go. En dat geeft heel veel vrijheid en maakt het veel makkelijker voor mensen om therapie trouw te zijn en ondertussen alles te doen wat andere mensen ook kunnen doen. En ik las dan ook van dat er zelfs bij het checken, want de medicatie is net als wat je zegt, bij verschijnselen dat mensen, ik weet niet of het van hun lever of hun nieren, dat ook werd gecheckt. Door het verschil heen zijn er dan ook weinig tot geen problemen meer voor interne zaken, want je bent ook een internist. Ja. Er zijn ook weinig problemen. De medicijnen kunnen een beetje verstoring van de nieren geven, maar dat is iets wat we in de gaten houden en wat helemaal omkeerbaar is als je andere medicijnen gaat geven. Dus dat is niet iets om bezorgd om te zijn. Dat houden we altijd in de gaten. En mocht er een probleem ontstaan, dan geven we andere medicijnen en dan herstelt het weer volledig. Dus dat is iets waar wat niet iemand tegen moet houden om medicijnen te gaan gebruiken. Hoe belangrijk is het dat de samenleving zijn of haar status kent? Extreem belangrijk. Dus het is super belangrijk dat iedereen zich laat testen met enige regelmaat. Want als mensen weten dat ze HIV geïnfecteerd zijn, dan kunnen ze behandeling zoeken. En dat is voor die persoon zelf heel goed. Want als je behandeld wordt, dan kan je
de rest van je leven gewoon een normaal leven leiden. Dus je kan alles doen wat iemand zonder HIV ook kan doen. Maar het is ook voor het land, de samenleving, belangrijk. Want alleen als mensen gaan testen, zich laten behandelen, kunnen we voorkomen dat HIV zich verder verspreidt. Dat mensen ziek worden, op jonge leeftijd overlijden. Dus het is voor de individuele patiënt belangrijk, dus voor de mensen zelf. Maar ook voor heel Suriname, om te voorkomen dat dit probleem verder toeneemt. Ja, klopt. In het begin gaf u aan van dat mensen het idee hebben dat iemand een bepaald leven heeft geleid. Maar als iemand juist een heel rustig leven, iemand die rustig is en plotseling erachter komt dat hij of zij besmet is, ze komen bij op de poli. Zijn er wel zulke mensen die vragen voor therapie? Want je hebt mensen die het niet kunnen accepteren dat zij besmet zijn geraakt. Hoe gaat u om met zulke mensen om ze toch nog gerust te stellen? Om aan te geven van het is er iets gebeurd, we moeten nu liever gaan naar de volgende stap. Ja, dat is een hele goede vraag, want dat is een groot probleem. Laat me beginnen met zeggen dat het grootste deel van de patiënten mensen zijn zoals u en ik. Dus mensen met een normale levensstijl, klinkt zo judgmental naar mensen die op een andere manier leven, maar mensen die gewoon een baan hebben, kinderen, een partner. Dus het is niet zo dat het merendeel van de mensen toch daar helemaal buiten valt. Het zijn mensen die op straat niet zouden opvallen, zeg maar. Dat psychische, dat mensen heel erg schrikken van zo'n diagnose of daar heel verdrietig van worden of zelfs een beetje depressief. Dat komt inderdaad regelmatig voor, omdat mensen dat stigma waar we het eerder al over hadden. Mensen voelen zich gediscrimineerd door anderen, maar mensen zijn ook discrimineren soms ook een beetje zichzelf. Dus ik ben boos op mezelf, ik vind dat ik dit niet had moeten hebben. En daar worstelen mensen soms enorm mee. Ik moet zeggen, de meeste mensen, als ze er eenmaal achter komen hoe goed dat gaat met die medicijnen, hoe goed ze zich voelen, dat ze gewoon alles weer kunnen doen, dan lost dat probleem zich bij de meeste mensen eigenlijk redelijk vlot weer op. Maar sommige mensen hebben hulp nodig van een psycholoog of een psychiater om het chronisch ziek zijn een plekje te geven. Maar dat is ook bij mensen die andere chronische ziektes hebben. Mensen hebben soms een beetje hulp nodig om dat te accepteren. Ja. Is het ooit voorgekomen dat als mensen zodanig depressief zijn en gestrest zijn, dat het invloed kan hebben op de medicatie, op de werking van de medicatie? Is het dat ooit eens voorgekomen? Nou, niet op de werking van de medicijnen. Dus het is niet zo dat als je heel verdrietig bent dat het medicijn niet meer werkt. Maar als mensen heel somber of verdrietig zijn, dan kan het wel zijn dat ze zeggen, ik wil niet meer, laat die medicijnen maar. Ik stop met de medicijnen, ik laat alles gaan. Dus op die manier kan het wel invloed hebben als je depressief bent, dat mensen die medicijnen niet meer innemen. Ja. En als iemand dan zo'n stap maakt, binnen hoeveel tijd? Als u een indicatie heeft hoor, dat de persoon, laten we zeggen, de persoon is binnen 2, 3, 4 maanden op ODG. En die persoon vindt gewoon van, die blijft maar, is het wat je zelf zegt, zichzelf discrimineren. Het moest niet met mij gebeuren en het kan niet. En, dus dat bedoel ik eigenlijk van, mocht die persoon dan stoppen, binnen hoeveel tijd kunnen er dan weer symptomen opkomen? Dus binnen een paar weken zie je in het bloed dat het virus alweer gestegen is. Dus dat zie je al heel snel weer. Mensen merken dat niet altijd. Dus mensen voelen zich niet direct weer ziek worden. Een beetje afhankelijk van hoe ziek ze waren toen ze de eerste keer kwamen. Dus toen ze begonnen met hun tabletten. Een beetje afhankelijk daarvan hoe lang het duurt voor ze klachten krijgen. Maar we meten elke half jaar bij de controles of er virus in het bloed aan te tonen is. Dus we kunnen dat vaak redelijk snel achterhalen. Ja. Als iemand
een jaar, twee jaar NSN is. Hoe vaak kan zo iemand zich laten testen om te weten dat die nog steeds NSN is? Dus in principe komen stabiele mensen, dus mensen die geen symptomen meer hebben van de HIV, die goed op hun medicijnen zijn, één keer per half jaar op de poli. Mm-hmm. En dat zijn vaak hele makkelijke, snelle consulten. Hoe gaat het? Het gaat goed. Gaat het goed met de medicijnen? Ja, gaat ook goed. Nou, het lab ziet er ook goed uit. Een nieuw recept en over een half jaar weer. Dat kan echt best wel vlot gaan. En zo zijn heel veel consulten hier op de poli, gelukkig ook. Het overgrote merendeel van de patiënten is zonder problemen, zonder klachten, met perfecte bloeduitslagen. En komt eigenlijk elke half jaar even langs om zeker te weten dat het nog steeds goed gaat. Maar zonder verder heel veel bijzonderheden. Gelukkig, ja. Absoluut. U gaf aan één pilletje of twee pilletjes. Zijn het verschillende type medicaties? Ja, dus het lijkt erg op elkaar, maar die ene pil, daar zitten drie medicijnen in één pil gecombineerd. Okay. Dus het zijn drie stofjes die allemaal tegen het HIV-virus werken. En in die twee pillen zitten ook drie verschillende stofjes. In de ene pil twee en in de andere dan eentje. Maar in feite moet je voor HIV altijd met drie verschillende remmers behandeld worden. Alleen kunnen we die nu in één of twee pillen verpakken. Dus dat is makkelijker. Ja, absoluut. Hopelijk blijven de kijkers deze informatie volgen. Je hebt op verschillende locaties waar men zich kan laten testen voor HIV. De meest bekende ervan was Stichting Lobby. En nu kan het gewoon bij elke lab. Ik weet wel dat bij Stichting Lobby, als iemand een positieve resultaat of diagnose krijgt, dat die persoon wordt verwezen naar de huisarts. Ik neem aan dat de huisarts dit verder kan begeleiden zonder de persoon naar u te sturen, tenzij de persoon ziek is, neem ik aan. Ja, dus een deel van de huisartsen in Suriname behandelt zelf HIV. Gelukkig maar, want anders zou het hier op de poli te druk worden. De afspraak is dat mensen die klachten hebben of die bijwerkingen ervaren van de medicijnen, dat die altijd naar het ziekenhuis toe komen. En sommige huisartsen voelen zich niet meer comfortabel bij het behandelen van HIV, want die zijn toch bang dat er dingen verkeerd gaan, wat helemaal niet erg is. Dus in heel veel landen is HIV zorg voor de academische ziekenhuizen. Okay. Hier hebben we het gelukkig verdeeld over de eerste en de tweede lijn, dus de huisartsen en de ziekenhuizen. Maar als een huisarts niet veel ervaring heeft met het behandelen van HIV of daar zich niet helemaal comfortabel meer bij voelt omdat hij of zij dat niet vaak genoeg doet, dan heb ik liever dat de patiënten komen bij ons, omdat wij heel veel HIV behandelen. Dus zo zijn er een aantal dokters die altijd naar ons sturen en een aantal dokters die het helemaal zelf doen. Dat is allebei prima. Ja. Want als u praat over de huisarts of de ziekenhuizen, laten we zeggen, de medicatie is dan alleen via die twee instituten te krijgen. Ja, en de medicatie is zelfs alleen via de apotheken van de ziekenhuizen te verkrijgen. Dus niet bij de particuliere apotheken, omdat we er ook een beetje controle op moeten houden dat mensen werkelijk hun medicijnen blijven ophalen. Dus er zijn allerlei controlemechanismes ingebouwd. Dus soms belt de apotheek ook om te zeggen, nou, er staat hier nu een mevrouw, maar die heeft 4 maanden geleden, moest ze hier alweer terug zijn. En nu komt ze met een recept, wat moeten we doen? En dan kunnen ze meteen even naar mij sturen of naar iemand anders. En dan kijken we meteen even wat er aan de hand is. Dan kunnen we meteen met zo'n patiënt praten om te begrijpen, waarom is iemand gestopt? Wat is er gebeurd? Dus zo zijn er allerlei stappen ingebouwd om te zorgen dat mensen zo goed mogelijk die medicijnen blijven gebruiken. Ja, en in sommige gevallen kan een persoon, het is wel een goede mechanisme dat de apotheker direct aangeeft van nee, je moet toch gewoon moeten even checken of alles goed zit. Dus ik neem er vanaf aan, niet omdat je plotseling stop, je hebt gehoord, je bent voor een periode ODG en dan ben je scot-free. Nee. Dus er wordt dus sowieso gecontroleerd dat je het blijft innemen.
Ja, dus we proberen dat te controleren, maar natuurlijk zijn mensen uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Dus we kunnen mensen begeleiden als we merken mensen slaan over of komen niet elke keer. Dan bespreken we dat. Maar als iemand besluit om niet meer terug te komen op de poli en zijn medicijnen te stoppen, dan kan ik die persoon moeilijk thuis gaan ophalen om te dwingen hier te komen en met me te praten. Dus de mensen zijn vooral zelf verantwoordelijk, maar we proberen wel ze te helpen. En als we zien dat het niet goed gaat, daar zo snel mogelijk een gesprek over aan te gaan. Tot slot, dokter Wachee. Een diepgaander advies dan het begin wat u gaf. Wat is het advies dat u heeft als internist-infectioloog omtrent dit vraagstuk? Want we weten, je hoort het niet om de zoveel tijd. Wat is uw globaal advies naar de rest van de samenleving? Nou, het belangrijkste advies is: ken je status, laat je testen. En ik denk het tweede belangrijke advies is om HIV niet meer als enge ziekte te zien, maar als iets wat goed behandelbaar is en waar goede medicijnen voor beschikbaar zijn. Dus ken je status, wees niet bang om je te laten testen, want als je blijkt HIV te hebben, dan kunnen we je heel goed begeleiden en kan je heel gezond oud worden, net als mensen zonder HIV. Heel hartelijk dank, dokter Wachee. Het is heel informatief. Laten we in ieder geval hopen dat in dit deel van In Gesprek Met, dat het een beetje zal doordringen. Dat mensen hun status zullen kennen en dat ze zich laten testen en direct weten van de medicatie werkt, de medicatie is goed. Dus we hopen voor het allerbeste. Heel hartelijk dank voor de informatie. Dank u wel voor de gelegenheid. En met het interview van Lieke Waatjen zijn wij gekomen aan het eind van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel hadden wij de heer Patrick Wong Loy Sing, die het heeft gehad over het verschil tussen de kruiden, fytotherapie en de osteodressie. Nogmaals, het is helemaal niet verkeerd. U moet alleen maar weten de hoeveelheid die u daarvan gebruikt. En in het tweede deel heeft Sifra gesproken met internist Lieke Waatjen over de ontwikkeling van HIV in Suriname. Bedankt dat u weer eens gekeken heeft naar een nieuwe aflevering en zien we u graag terug volgende week woensdag bij In Gesprek Met.